Anna Knol hier van VVL ook maar. Wat kan ik zeggen? Veel is misschien te groot woord, maar... Nou, ik denk dat je na zo'n 2-0 achterstand er dan zo 2-2 terugkomen, dan kan je wel trots op het team. Nou, best wel tevreden zijn. En, heel belangrijk, die 2-2 kwam van jou, hè? Ja, ik sta op een goede plek en ze laat hem los. Ja, ik ben blij dat ik hem kan maken en belangrijk kan zijn voor het team. Dus dat is het meeste belangrijk, denk ik. En wat gebeurde nou bij de situatie bij de 2-2? Nou, die bal die komt bij Lise Kopp, de keeper van Ajax. En ik weet dat ze niet echt heel erg in vorm is. Ik zie vaak dat ze ballen loslaat, dus ik let gewoon op. En ze laat hem inderdaad los en kan hem erin tikken, ja. Heel blij om dat te doen, zeker. Lekker, je viel in en dat ging eigenlijk meteen goed, hè? Ja, ik had lekker getraind ook, dus ik was blij dat ik in ieder geval een paar minuutjes kreeg. Het was niet veel, maar dan komt die 2-1 en dan denk je gewoon van weet je, het kan, die 2-2. En dan gebeurt dit en dan kan je alleen maar gewoon heel trots zijn. Maar goed, je hebt niet zo kort gespeeld, maar de wedstrijd zelf, bleef je er ook van de kant? Hoe was jouw indruk? Nou, kijk, Ajax had veel meer balbezit en ik denk dat Ajax stond ons goed terug. Ik denk dat in principe heeft Ajax dat goed gedaan. Maar wij komen een paar keer gevaarlijk uit, denk ik. En dan zitten we er niet in. Ja, dat frustreert, maar ik zeg gewoon bij de rust staat gewoon op 0-0. En dan denk ik, het kan wel gewoon. En Ajax is niet in het beste doen. Dan denk ik van, en dan valt die 1-0, die 2-0. En dan eigenlijk zakt de moed wel een beetje in je schoenen natuurlijk. Dat is ook niet zo raar. Ja. Maar ik was blij dat ik een paar minuutjes mocht maken. En dat je dan de 2-2 terugkomt. Heerlijk, fantastisch. Nou, hartstikke tof. En op naar de volgende wedstrijd. Hè? Zeker weten.